Hallo allemaal, vandaag heb ik een heel mooi overzicht. Wat betreft de stroomprijs in Europa. Uh, wie staat er bovenaan met de hoogste stroomprijs? Uh, hoe is die ontwikkeling gegaan de afgelopen 10 jaar? Uh, er staat hele interessante informatie in en ik zal het laten zien. En het zal natuurlijk geen verrassing zijn dat Duitsland inmiddels bovenaan staat met bijna 31 cent 30,88 cent. Uh, de toename prijsstijging van 27% de afgelopen 10 jaar, waarvan maar liefst 53%, 53,6% daarvan van die prijs. Dat bestaat uit allerlei belastingen, uh, allerlei toeslagen. bovenop de kale prijs van stroom zelf. En uh, ja, zoals je weet, Duitsland is beroemd om de energiewende, de groene energietransitie. En daarvoor is uiteindelijk ook gewoon al dat geld nodig, wat via toeslagen betaald wordt. Een heel interessant plaatje dus. Hè. Je ziet dus de top drie, Duitsland, Denemarken, België, die betalen veruit het meest. Nederland die staat nog een stukje lager momenteel met 20,25 cent. En daarvan is ongeveer 25% is nu nog toeslagen, belastingen. Uh, de vraag is, wat gaat er gebeuren naarmate het aantal uh, zonneparken toeneemt, windmolens toeneemt? Wat gaan wij zien in de ontwikkelingen van de prijs hierin? Volgens het artikel, volgens de toelichting uh, is uh, nou ja, sowieso het meest, uh, Duitsland de meest dure stroom in Europa, maar wellicht ook uh, in de wereld zelfs. Een ander land wat opvallend veel belasting heft op energie, dat is in dit geval Denemarken. Denemarken staat ook bekend om ja, algemeen hoge belastingdruk. Feit is in ieder geval: in de meeste landen in Europa lopen de kosten behoorlijk op voor energie en voor stroom. Er zijn eigenlijk maar vijf landen waar de prijs daalt. Met alle ontwikkelingen waar de EU mee bezig is, uh, nog meer inzetten op renewables. Dan is de verwachting dat deze kosten natuurlijk alleen maar zullen stijgen op deze manier. Je, je ziet het ook aan het historisch verloop van de afgelopen tien jaar. Dat al deze uh, prijzen maar blijven stijgen. En uh, ja, ik verwacht dat ook dat dat volgen, voor de volgende tien jaar ook zal zijn. Als wij op deze manier blijven doorgaan met alleen maar... Uh, subsidies verstrekken aan renewables. Interessant plaatje, dus geeft je een idee over hoe het zit met de prijzen van stroom en hoe het daarmee gaat in de landen in de EU. Ik hoop dat je het interessant vond. Zie je volgende keer weer in de volgende video.